Falcioni, jongen. Hallo? Wat? Jij bent een paard geworden. Yo, Nintendo fans. We zijn bezig met de laatste platen voor Arceus op te halen. En we moeten nu naar Snowpoint Temple. Ja, daar schijnt er ook eentje te liggen. Nou ben ik best wel benieuwd wat voor Pokémon zich hier schuilhoudt. Want we zullen ongetwijfeld niet zomaar op kunnen rapen. Er zal ongetwijfeld dus een Pokémon daar zijn die die plaat beschermt. En welk Pokémon zou dat nou zijn? Ik weet het oprecht niet. Ik heb geen idee. We gaan het zien. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan, want dan krijg je elke keer een melding als ik een nieuwe video drop. Daar moeten we naartoe. Hey, ik zie Irida hier gewoon staan. Wat doe jij hier? Hey, Rikachu. Ik heb echt iets ongelofelijks gevonden. Ben je benieuwd? Nou, vertel eens. De Pearl's Clan Treasure. Oh, ze wil ook battelen. Nee, joh, daar heb ik toch geen tijd voor, jongen. Ik moet die Arceus-platen allemaal vinden. Oh, oh, oh. Oh? Dit is een ander melodietje. Wat is dit dan? Ben je nu een speciale Pokémon aan het roepen of zo? Je kan wel goed fluit spelen. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dat klinkt echt supergoed. Kan je mij leren? Ik wil ook zo leren fluiten spelen. Maar oké, waarom ben je aan het fluiten voordat je mij wil battelen? Probeer je een beetje zen te worden? Roep je een speciale Pokémon? Ze zegt dat zij en haar partner sterker worden, want ze gaan de hele wereld rondreizen. En daar is Glaceon. En Glaceon... Oh, nee. Glaceon en Espeon. Oh, en Flareon. Oké, dan gaan we ons eerst maar even met die twee zwakkeren bezighouden. Espeon! Wat? Overleef jij dat gewoon? Dat is niet oké. Geen flamethrower doen, jongen. Oh, je hebt mijn tokenkist gewoon geburnt. Nee. Hou op. Hou op. Stop. Het is genoeg geweest nu. Oh my gosh. Ijsbeam er bovenop. Ja, natuurlijk super effective. Waarom 3 tegen 1, jongen? Ik vind het echt niet oké dat jullie elke keer 3 tegen 1 doen. Jullie doen echt zwaar oneerlijke Pokémon battles. Waarom heb ik geen moves die bijvoorbeeld alle 3 de Pokémon tegelijk kunnen raken dan? Hier, bijvoorbeeld Earth Power. Ik laat heel de aarde trillen. Waarom raakt dat hun niet gewoon alle 3 gelijk? Kom op, Dialga. Kom op, jij laat je toch niet kennen, hè? Jij bent een legendarische Pokémon. Jij laat je toch niet kennen door deze papies. Ah, ik ben bevroren. Flamethrowertje. Ach, hou toch op, joh. Earth Power hem kapot. Oké, die Flareon overleeft dat ook gewoon. Hoe overleef jij level 32 Flareon een level 65 Earth Power die super effective is op jouw hoofd? Wat is dit voor een nepspel? Ik word hier gewoon belazen. Dit is onmogelijk. Dit kan helemaal niet. Shit, ik weet niet hoor. Ik weet het niet. Maar volgens mij is deze game gewoon gehackt of zo. En het slaat helemaal nergens op. Nou, nu nog even die Glaceon dan. Hier, doe even je speciale aanval. Special Rant. Maak hem even in één keer gewoon kapot, want ik ben helemaal klaar mee. Ah! Ga kapot, Glaceon. Zit je nou mij ook nog aan te vallen? Het is nu genoeg geweest met jou, vriend. Hoppakee. Wegwezen. Irida, jongen. Zomaar kom je die 3 tegen 1 battle doen. Dat is niet hoe Pokémon battles horen te werken. Irida zegt, ik vraag me af of er mensen zijn die sterker zijn dan jij en je Pokémon. Hier, heb je het geheim. Ik heb iets gekregen, een Lustrous Globe. Hè, daarmee kan ik de vorm van Palkia aanpassen. Oké. Ze zegt dankjewel, Rikachu, voor alles. Graag gedaan, joh. Yo, maar oké. Lustrous Orb. Die kan ik dus gebruiken op Palkia. En dan verandert die van vorm. Holy moly. En is die nu voor altijd zo? Oh nee, nu is die zo, maar ik kan hem ook weer terug veranderen waarschijnlijk. Jeetje, Palkioni, jongen. Hallo? Wat? Jij bent een paard geworden. Zonder armen? Yo, dit ziet er raar uit. Dit is Paardkia. Wat? Ja, oké. Nou, ja, ik weet niet zo goed wat ik van jou moet vinden. Ik vind je een beetje gekke Pokémon geworden op deze manier, hoor. Kijk hem staan hier, jongen, voor die tempel. Oké, het is een beetje vreemd. Beetje vreemd. Oké, doei, dag. Is hier trouwens niet gewoon een plek voor waar ik een kamp kan maken of zo? Ik zie hier in ieder geval wel zo'n comet ding. Yo, maar wacht even. Dan kunnen we Dialga waarschijnlijk ook evolueren. Of nou ja, van vorm laten veranderen. Het is natuurlijk niet echt evolueren. Dat moeten we dan natuurlijk bij Adamant doen. Maar ja, ik weet niet waar die is. Geen idee waar Adamant naartoe is vertrokken. Die zullen we vast ook nog wel een keer tegenkomen. Oké, we moeten hier naar binnen en dan moeten we dus nu naar beneden in plaats van naar boven. En zou hier dan een Reggie zitten? Want het is natuurlijk wel het tempel van de Reggies, hè? We zien hier al die beelden die lijken op die Reggies, maar... Eens even kijken. Waar gaan we naartoe?
Niet hier naartoe in ieder geval. Hier moeten we naar beneden. Gaat er dan nu gewoon een deurtje voor me open hier? Gaat deze deur nu gewoon open? We staan ervoor. Ik ben hier al eerder geweest. Maar toen bleef die dicht. Ik zweef in de lucht. Zag je dit? Ik zweef. Ik stond niet op de grond. Ik zweefde. Hey, yo, Adaman. Ik riep jou nog, jongen. Ik wil graag van jou ook een oorpie, zodat ik met Dialga van vorm kan laten veranderen. En Sabi die is er ook en die zegt... Hé, je bent hier een beetje aan het rondsneaken in Snowpoint Temple, of niet? Volgens mij zweven zij ook trouwens. Moet je maar kijken als het tekstballonnetje straks weggaat. Adaman die zegt... Ja, op een of andere manier raak je altijd verzeild in rare gebeurtenissen. Kijk, zij zweven gewoon. We zweven allemaal. Dit is heel weird. En Adaman die zegt... Deze deur... En ja, de legende zegt dat hier echt een hele sterke Pokémon achter is. Maar maakt niet uit wat we doen. Die deur gaat gewoon niet open. Ja, dat is een probleem. Hoe gaan we dit openmaken? De stenen plaat, de ijzeren plaat en de ijsplaat, die reageren op de deur. Oh? Ja hoor, kijk dan. Wij maken die deur gewoon weer open hoor. Lekker. Oké, we gaan naar beneden. De trap af. En dan, waar moeten we naartoe? Daar is nog een trap. Hier is niks. Ik zie een Glalie erachter. Ja, die bedoelen ze vast niet. Het Graveler bedoelen ze ook sowieso niet. Wacht, ik heb nog van die featherballs. Ik kan gewoon zo... Oh shit, moet ik wel raak gooien? Oh, die is blijkbaar te sterk of zo? Of ik stond te ver weg? Ja, nu is die weer boos. Ja, oké, dag featherballs. Helemaal verpest. Doei, dag, later. Oké, allemaal bronzongs. Kan ik die wel vangen? Let's go, let's go. Pak ze. Pak ze. We hebben er één. Ah, we hebben de tweede. Ja, ook. En de derde niet. En ik word lastig gevallen door Glalie. Ga weg, jongen. Oeh. Het is Regigigas. Weet je dat ik deze nog nooit in mijn team heb gedaan? Best wel leuk om het nu te gaan proberen, denk ik. Adamant, die kijkt ook. Wow, wat is dit voor een ding? Hij is immens. En Sabi die zegt, het lijkt op een Pokémon, maar ik moet iets zeggen. Ja. Het is zeker een Pokémon. What? Oké, let's go. Ik heb Palkioni hier zo. Hallo, Reggie. Ik heb alleen nog maar 2 Ultra Balls, dus ik denk dat het moeilijk wordt om jou te vangen. What? Hij is wel cool, hoor. De vraag van de dag is dan ook, heb jij deze Reggie wel eens in je team gehad? En laat ook even weten wat jij van deze Pokémon vindt. Hij is level 70, jongen. Level 70. Kijk hoe weinig pijn ik hem ook doe met mijn ultieme aanval. Hij doet Giga Impact, maar hij mist. Lekker. Okay, dan ga ik nog een keer deze aanval doen. Let's go. Oké, ik kan denk ik die aanval nog wel een keer doen. Ik weet niet of hij zichzelf damage met Giga Impact. Nee, oké. Dan ga ik hem nog één keer aanvallen. Mis ik hem. Oké, nog een keer proberen. Niet kapot maken. Niet Regigigas kapot maken. Oké, top. Ja, dit is nice. Oké, lekker. Nou, hij gaat mijn Palkioni wel slopen. Yo, maar ik wil jou wel even vangen, jongen. Ik wil jou in mijn team. Hier, mag je het opnemen tegen Dialga? Oké, ultra balletje erbovenop. Let's go. Let's go. Vang die Reggie. Vang hem. Nee. Ja, dit wordt nog moeilijk zat, denk ik. Kijk dan. Hij doet minder damage op mijn Dialga dan op mijn Palkia. Mijn laatste ultrabal. Mijn laatste. Let's go. Hierna moeten we met Great Balls of met Featherballs gaan proberen. Ja, ik denk dat ik hem weer niet heb. Nee! Shit. Ja, wel vet als ik hem in een Great Ball kan vangen. Dat zou wel tof zijn. Let's go. Let's go. Pak hem in die Great Ball. Ja! We hebben hem nog in die Great Ball ook. Lekker dit. En we hebben de Blank Plate. De blanke plaat. Dat is een normal type plaat. Ja, die hebben we er dan ook weer bij. Adamant zegt, nou, dat was wel een flinke Pokémon. Lijkt wel op een gigant die geboren is uit de aarde. En Sabi zegt, ik geloof dat dit gewoon een deel is van jouw baan voor de Survicore, toch? Of niet? Wat voor soort Pokémon is de Pokémon die je net hebt gevangen, Rikachu? Ik kan niet wachten om hem te zien in de Pokédex. En Adamant die zegt ook, ja, ik ben benieuwd wat de professor over deze Pokémon gaat schrijven in de Pokédex. Ja, later man. Was gezellig. Ja, ik knik ook naar ze. Hartstikke goed gedaan. Bedankt voor de hulp weer en zo. En nu hebben we nog maar 2 platen nodig. Kijk die Glalie daar wachten, jongen. Professor, ik heb een Regigigas gevangen, jongen. Ik hoop dat je het vet vindt. We krijgen
200 puntjes erbij. Ik moet nog 640 puntjes voor de volgende rank, zodat ik ultraballs kan maken. Wat wil je nu doen? Wacht, ik wil nog even hier blijven. Want ik ben natuurlijk wel een ultimate legendary teampie aan het maken. Dus Regigigas moet ook weer in mijn team. En die komt in de plaats van Togekiss. Dan gaan we eens even kijken naar hem, jongen. Hoppakee. Wat een vette Pokémon eigenlijk, jongen. Waarom heb ik deze eigenlijk nooit gebruikt? Hij is echt wel cool. Ik ga even met hem praten. Hallo. Ik moet dus nog allemaal dingetjes doen met Regigigas om hem compleet te maken, de Pokédex voor hem. Ik moet Giga Impact gebruiken, Iron Head, Strong Style Moves, Agile Moves. En dan zien we vanzelf wat de professor ervan vindt. We moeten dus nog 2 platen en die gaan we pakken in de volgende video's. Dus doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan en dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!